allemaal, welkom in Les Sables. Zoals jullie zien liggen hier nog een aantal schepen in het haventje. En wij gaan jullie eigenlijk de komende uren, misschien wel tot morgen meenemen wat er allemaal hier gaat gebeuren. Want het is vooralsnog onduidelijk wanneer Pieter gaat finishen. Hij is nog redelijk ver. Dus misschien vanavond laat, misschien morgenochtend, maar dat weten we vanmiddag eigenlijk wat meer. Eens even kijken. We lopen nu naar het schip van Conrad. Zoals jullie zien heeft hij een mooie constructie gebouwd van zijn mast. Het wijst wel uit dat hij toch wel wat vakmanschap heeft. Ik vind het wel bijzonder om dat nu van dichtbij ook even te kunnen zien. Wat leuk is om ook even te vertellen, we komen over een uurtje, iets meer komen we live op onze website. Ga ik praten met de race director en met het team manager van No Way Back. En gaan we eigenlijk hebben over wat de opties zijn van Pieter, wat ze denken dat hij gaat doen, wat de weersvoorspellingen zijn en gewoon hoe het met hem gaat eigenlijk nu aan boord. Ook wel leuk is, want hier is natuurlijk heel duidelijk nog een plekje vrij. Gaat hij hier aanleggen? En wanneer? Dat is natuurlijk de grote vraag. Ik zie daar een soort van een rode loper. Dus wellicht komen we later bij jullie terug. En dan staan wij daar aan die rode loper om Pieter binnen te halen. Even naartoe lopen. Wat ook wel grappig is dat het een groot verschil is met de start. Dit was helemaal volgebouwd. Een aantal maanden geleden. En het is wel wat uitgedund. Er zijn natuurlijk nog maar twee zeilers die moeten finishen. Dus het is ook wel logisch dat, dat er wat minder staat. Dus ik ben ook benieuwd in hoeverre de mensen hier naartoe gaan komen vanavond om Pieter te onthalen. Dus dat wordt nog even spannend. Nou, de rode loper. Gewoon een stukje van de steiger. Dus wie weet komen we straks bij jullie terug vanavond of morgenochtend. Dus blijf ons volgen.